Het stoffelijk overschot van het gewezen opperhoofd der trio inheemsen, Asongo Alalaparu, is vanmorgen overgevlogen naar Kwamala Samutu. Op het vliegveld De Zorg en Hoop hebben familie, vrienden en kennissen met eerbetoon afscheid genomen van het opperhoofd. Vice-president Ronnie Brunswijk en minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport vertrokken samen met een delegatie naar het gebied om de begrafenis bij te wonen. De redactie sprak kapitein Joan van der Bos van het dorp Pikinpoika, die verantwoordelijk is voor een delegatie vanuit de Vereniging van Dorpshoofden. Ik ben hier namens de totale inheemse van Suriname in FITS, Vereniging Inheemse Dorpshoofden van Suriname, om dan naar Kwamala Samutu te gaan, af te reizen, samen met de regeringsdelegatie, om onze wijlen graman ten graven te dragen. Wij hebben een heel bijzonder mens verloren, zeg maar, is heen gegaan van ons. Hij was een heel wijs mens, een heel wijze graman. Hij was heel echt geliefd bij de inheemse samenleving. En ik denk bij een ieder. Hij straalde echt gezag en respect uit naar de inheemse samenleving toe. Hij was onmisbaar voor ons. En we gaan hem echt missen. Van der Bos zegt verder dat vooral de dorpshoofden Alalaparu zullen missen en gedenken. De kapitein zegt dat Alalaparu ook ervoor heeft gezorgd dat hij Jimmy Turuma, zijn kleinzoon, als opvolger heeft opgeleid. Hij is toevallig hier, ik zie hem hier. Dat hij dan als hij hem kan opvolgen. Want hij had hem al begeleid en sturing en training gegeven. Dus de grandma vond het goed dat hij nu zijn werk mag overnemen. En dat is ook gebeurd. Wij waren ook aanwezig als toehoorders van FITS. We hebben dat hele proces meegemaakt. En zelfs een feestelijke inwijding en culturele inwijding daar te Kwamala Samutu. En nu de graman er niet meer is, gewezen graman, is de nieuwe graman dan, hij gaat dan gewoon door met zijn werk. Maar natuurlijk staat de FITS-deur open voor de nieuwe graman om altijd bij ons te komen voor raad en daad en adviezen ook. Van der Bos stelde de uitvaart op Kwamala Samutu op de traditionele wijze geschied. Hieraan is er een ceremonie gekoppeld. Tientallen mensen reizen af om deel te zijn van de uitvaart. Alalaparu overleed op 21 november en werd 79 jaar.